De Beukelaar is een huis voor dementerende ouderen. En wat het bijzondere is aan de Beukelaar is dat het bestaat uit 6 verschillende woongroepen met 5 verschillende culturen. Namelijk de Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Afro-Caribische en de Nederlandse doelgroep. We proberen de familie en de vrijwilligers heel erg bij de zorg te betrekken, omdat wij van mening zijn dat zij het beste weten wat de bewoners nodig hebben. We hebben de woongroepen zo ingedeeld dat het voor de mensen herkenbaar en vertrouwd is. Personeel die op de woongroepen werken, die delen dezelfde culturele achtergrond als de bewoners. Het eten is ook heel herkenbaar voor de mensen. Maar wat nog belangrijker is dat culturele achtergrond begrepen wordt. En dat je niet hoeft uit te leggen van nou, dit is voor mij belangrijk, maar dat wij dat al weten of aanvoelen. We hebben binnen de Beukelaar ook een concept. We werken met niches. Dat zijn vitrines aan de buitenkant van de deur van iedere bewoner. En door symbolen en objecten wordt eigenlijk het levensverhaal van die bewoner wordt daarin beschreven. Dus je weet precies met welke bewoner woont er nou en je weet ook wat de achtergrond is. Dus je hebt ook iets om over in gesprek te gaan. Wat ik mee kan geven als tip of als advies van verdiep je in degene die je verzorgt. Je kan zien dat iemand bepaalde trekjes heeft. Om een voorbeeld te noemen van een medewerker die had een aha moment tijdens de cursus. En dan had je bijvoorbeeld een bewoner die een beweging maakte met de handen. Iemand die dat, die achtergrond van de bewoner niet weet, die kan dat niet plaatsen. Maar in gedachten was die bewoner bijvoorbeeld bezig met het gedenken van God. En daar gebruik je in de islamitische cultuur gebruik je daar een gebedskraal voor. Als je dat soort dingen ziet, doe daar onderzoek naar. Of vraag familie van, hey, dit is mij opgevallen. Ligt daar een bepaalde gedachte achter? En sta daar gewoon open voor. En als je daarvoor wat kennis in kan opdoen door achter de pc te zitten en wat informatie op te zoeken. En je helpt diegene daar enorm mee, dan kan dat alleen maar mooi zijn.